Kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Pokémon Diamond. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. En we waren natuurlijk op het punt dat we in de grot waren richting Dialga, dat we nog wat van Team Galactic's members hier moesten opschrapen en afmaken. Ja, dat we dan op een gegeven moment 1v1 tegen Dialga gaan staan. En dat wordt lastig denk ik. We zullen hem echt moeten vangen. We kunnen die Pokémon absoluut niet laten gaan natuurlijk. Ik denk trouwens ook niet dat ik hier een Earthquake op kan doen. Dus we moeten even... Ik ga het gewoon proberen. Kan ik hier Earthquake op doen? Maar volgens mij niet, want hij hangt in de lucht. Ja, Levitate. Dat dacht ik al. Future Sign. Dat is minder. Snel Rapidus inzetten. Future Sign doet natuurlijk een heleboel damage. Hij is level 39. Al mijn Pokémon zijn ook rond dat level. Dus Future Sign zal een hoop damage doen. Hij doet Safeguard. En nu kan ik Fire Blast doen. En dan slaat die attack. Ja, die attack gaat dus nu inslaan op mijn pony, of op mijn Rapidus. En die zal hoogstwaarschijnlijk dood zijn. Tenminste. Wat? Ik dacht dat Future Sign veel meer damage deed. Maar hij heeft echt minimaal aantal damage op mij gedaan. En hij is dood. Oké, doei. Ja, nee, what the fuck. Daar snap ik even helemaal niks van. In ieder geval, hij is dood. Daar gaat het om. Weer een Team Galactic trainer aan de weg geruimd. Want ja, dat zijn echt vervelende mensen. En ik heb Eiko ook al een tijdje niet meer gezien. Waar hangt hij uit? Even kijken, hoe zit het met de happiness? Nog steeds 1. En die heeft ook 2. Oh, iedereen heeft 2 behalve... Of niet? Ja, iedereen heeft 2 behalve die gekke Pokémon hier. Ik ben benieuwd op hoeveel die zal zitten. Maar ja, ik kan het natuurlijk niet precies zien. En dat vind ik best jammer. Even kijken. Weer een Bronzong. Ja, gewoon maar weer eventjes wegrennen. Want ja, we kunnen niks... We hebben niks aan deze hele Bronzong. We kunnen hem wel killen voor de XP. Maar ja, er zijn nog zat trainers en dingetjes die eraan gaan komen. Deze is ook weer neer. En nou... Oh god, nou komen we in het sneeuwerige gedeelte uit. Ja, je moet rockclimben. Even kijken. Want dit was altijd een hele puzzel. Hoe je hier doorheen kwam. Ik weet het niet precies meer. Hier zit weer een cave. Maar hier zit ook weer een stukje land waar je doorheen... Oké, kijk, dit bedoel ik dus. En hier kun je weer naar boven. Dit is echt een doolhof. Even kijken, wat kwam... Ah, de stomme Pokémon die ik de hele tijd tegenkom. Hou op! Oh, ik word er zo moe van. Oké, even kijken. Deze kunnen we dan weer run. En dan gaan we eventjes weer als de wiede weer zo'n fucking Max Rappel aanzetten. Want ik kan niet eens eventjes 10 stappen zetten zonder zo'n rot Pokémon tegen te komen. Hier kunnen we dus nog niet heen. Want hier hebben we Water... Ik dacht ook net een Max Rappel gebruikte en dan gebeurt er dit. Oké. Ja. Wat we even gaan doen is rennen van deze klote Pokémon. Ik moet wat meer geduld krijgen, denk ik. Ook al is dat heel erg moeilijk met Pokémon. Ja, dankjewel. Dank. Oké, even kijken. We doen eventjes een healing potion op onze... we hebben alleen max potion. Nou ja, we maken het uit. Dan is het in ieder geval full AP. Ik wil geen Pokémons verliezen op de tour naar Dialga. Laat dat even duidelijk zijn. Want Dialga zullen we heel veel Pokémons voor nodig hebben om hem überhaupt met een Ultra Ball te kunnen vangen. Ik weet ook nog niet hoe ik dat ga doen hier op deze deze DS. Ik weet het niet. Of op deze DS emulator, om zo maar te zeggen. Ik denk dat ik hem gewoon moet gaan saven en elke keer moet gaan proberen. Blijven proberen. En uiteindelijk zullen we hem dan wel hebben. Dat zal een beetje een rare opname worden, probably. En waarom... Ga weg.
Laat me heel even gewoon rustig door deze grot heen gaan. Zonder dat ik van alles tegenkom. Godsknokken zeg. Zo, laat me eruit. Nu. Ja, oké. Deze grot hebben we gehad. Hier moeten we dus niet heen. Hierboven ga ik ook eerst even kijken. Want ik ben benieuwd wat hierboven dan is. Moeten we deze kant op? We moeten wel naar de top van de berg. Kom. Oké, hier zit een steen. Oké, hier vinden we een nugget. Dus deze kant moeten we ook niet op. Dat betekent... Oh, Rapper Warnoff. Ja. Oké. Ja. En dan moeten we hier dus naar beneden. Ik ben benieuwd wat voor Pokémon je eigenlijk hier tegenkomt. Ik ga toch heel even zonder Rapper lopen. Misschien dat we nog iets moois tegenkomen. Hier hebben we Strength. Ik neem deze wel mee. Eerst even kijken wat hier achter zit namelijk. Want voordat we door die grasbaan daarheen gaan rennen. Misschien kunnen we het ook wel skippen een beetje. Hieronder zie ik weer een grot. Voor mij kwamen we daar uit. En hier zit een Rock Smash voor een steen. Dat moet sowieso een item zijn. 100 punten. Anders zit hier geen Rock Smash. Een Max Potion. Oké, dankjewel. Dat is in ieder geval goed. Dan hebben we weer een Max Potion voor straks. We hebben wel een stukje gras kunnen skippen. En dan ben ik benieuwd wat hier voor Pokémon allemaal zit. Oké, ja. De echte ijs Pokémon. Die we er net ook al tegen zijn gekomen. En nu krijgen we weer eventjes... Heel. Laat me komen. Dankjewel. Zo voorspelbaar. Oké, run. En we gaan weer verder. Hier naar boven. Oké, hier zit alweer een grot. Even kijken. We gaan in de grot absoluut... Oh, nee, niet proteïne gebruiken. Max Rappel. Oh, nee. Niet wegdrukken. Zo, Max Rappel, ja. Oké, daar zijn we weer vanaf. Tenminste, denk ik. Want het heeft tot nu toe nog niet heel veel zin. Mijn Pokémon moet hoger zijn als de wilde Pokémon die je tegenkomt. Nou ja, daar kunnen we dus het beste, denk ik, dan eventjes deze voor aanzetten. Maar dan train ik helemaal niks anders meer. Dat is dus juist het probleem. Ik ga voor nu, denk ik, even Gyarados voor aanzetten. Omdat die hier in de grot veel Pokémon snel kan killen, denk ik. Ja, dat bedoel ik dus. Een Clefairy! Een Clefairy. Ja. Hebben we eigenlijk helemaal niks aan. Maar hij is wel een leuke Pokémon. Gaan we hem vangen? Nee. We gaan hem niet vangen. Een trainer. Let's go, my friend. Let's fight a little bit. En even kijken wat voor Pokémon deze mafketel heeft. Weer zo'n Team Galactic noem. Hij heeft er wel 3. Voor je 1 niet genoeg. Jongen. Moet ik er ook nog 3 gaan lopen verslaan ook. Gelukkig zijn ze maar level 35. En mijn Gyarados is 37. Ja, voel je maar geïntimideerd inderdaad. Stomme third generatie. Looking ass. Beautifly. Beedrill. Butterfly. Butterfree. Weet ik veel hoe je eruit ziet. Even kijken. Dragon Rage. Ik denk dat dat wel het meest effectieve tegen deze is. Omdat het gewoon een bug... Potion Pokémon is of Puck Psychic. Dat is een Psychic aanval. Ik durf het niet zo groot te zeggen. Ik doe even Bite. En dan weten we het zeker. Als die Psychic is, is dit nu super effective. En het is niet super effective. Silverwind, nou dat doet ook niet zo heel veel... Nou, nee. Het is geen Dragon, dus dat doet niet zo heel veel damage. Hoppakee. En Bite. Dus, doei. Dustox. Even kijken wat voor Pokémon die nog verder heeft. Ik denk niet zo heel veel goeie. Als die een Dustox heeft, dan zit het er nu naar uit te zien dat de volgende een Cascoon is. Oh, en nog een Dustox. Oké. Dan zetten we eventjes onze Rapidash in. Gewoon puur om eventjes deze Dustox gauw aan de kant te ruimen en gauw door te kunnen. Want we zijn die Team Galactic Luidjes ondertussen wel zat. Die Team Galactic Luidjes die hebben ons de hele avontuur natuurlijk door allemaal dingen laten oplossen en... daar weer bij de legendarische Pokémon gaan de legendarische Pokémon gaan bevrijden. En dan daar staan ze weer op te wachten. En dan zijn ze daar alweer. Ze zijn ons elke keer voor. Maar we moeten ze nu gewoon echt uit de kant ruimen. Voor mij is dit ook een van de laatste keren dat je ze echt tegenkomt in de serie. We hebben hun HQ al uitgeroeid. En nu proberen ze nog alleen voor Dialga. En als dat stopt. Of als dat niet lukt, zijn ze volgens mij er klaar mee. En dat lukt natuurlijk niet, want ja...
Het verhaal loopt maar op één weg en je kan er niet dubbelzijdig verhaal ervan maken. Even kijken, wat moeten we tegen Golbat inzetten? Ja, maakt ook uit. Gewoon Rapidash. Alleen het probleem is, even kijken, ik denk dat ik dan maar gewoon met stomp of met. Oh nee, takedown. Takedown noemen we wel. Hoppakee. En even kijken. Dat doet. Oké, bijna de helft. Dat is niet genoeg. Mean Luke. Ja, kijk jij maar lekker boos, jongen. Interesseert me geen hol wat je doet. Even kijken. En can no longer escape. Ja, nou ja, dat zal mij een worst wezen. Ik doe gewoon nog een takedown. En dan doen we gewoon een Ember. En dan is die, als het goed is, is die dood. Of hij is nu al dood. Nee, net niet. Dat dacht ik al wel. Dan houdt hij natuurlijk zo'n klein stukje over. En even kijken. Wing attack. En dan doen we Ember. En als het goed is, moet hij nu dood zijn. Yep. Ja, had ook niet anders gekund. Hij had volgens mij 1 HP of zo. Level 35. En Rapidash gaat ook nog iets omhoog. Ja. Dan gaan we door. Even kijken. We moeten deze kant nog op. Oh, hier staat weer zo'n Team Galactic Faggot. Oh, ik word er zo moe van die luidjes. We gaan ze gewoon echt afstompen nu. Afstraffen. Ik wou eigenlijk dat ik mijn Pokémon ergens in de tussentijd een beetje iets meer had getraind. Want ik heb het gevoel dat ik heel erg op dezelfde lijn lig als alle trainers. En ja, ik weet niet. Ik heb altijd het gevoel dat je altijd iets hoger moet zijn. Nou ben ik dat in het algemeen wel met al de Pokémon bij elkaar. Nou ja, behalve dan Steelix die nu bij we hebben. Want ja, daar heb je natuurlijk helemaal geen kloot aan. Ik vind het al eigenlijk kloot dat ik die mee moet nemen. Oh, gaap, sorry. wat gaan we hier eens tegen doen? We gaan gewoon Dragon Rage. Als het goed is kan ik hem dan in 2 keer wel dood hebben, denk ik. Even kijken. Oh, net niet. Dan doen we hierna gewoon surf. Kijken of dat meer damage doet. Even kijken wat doet hij. Hij doet Momento. En. Oeh, mijn attack gaat daar heel erg naar beneden. En mijn special attack. Oké. Oké. Dat is kort gezegd, dat zorgt er dus voor dat hij doodgaat. En hij zich een soort van offert voor het team. Cool. Weet je, we gaan gewoon Steelix inzetten tegen die Golbat. Want ja, ik weet ook anders niet wat ik in moet zetten. En Steelix die heeft een paar aanvallen waar waarschijnlijk Golbat niet zo goed tegen kan. Ik hoop dat hij zo'n rokaanval heeft. Even kijken. Nee, alleen maar van deze aanvallen. Nou ja, dan doen we gewoon Dragon Breath. Want Dragon Breath kan wel handig zijn. Even kijken. Confused, ja, daar hebben we helemaal niet zoveel aan. Dat is alleen maar heel erg vervelend. Dragon Breath. Ja, oké, die gaat raak. Hoeveel damage zal dat doen? Ik heb geen flauw idee. Oh, niet zoveel. Nee, dan heeft het ook niet zo heel veel zin om met hem te vechten. Ik vind die Golbats. Ja, ik weet nooit wat goed tegen hun is. Ja, elektriciteit, maar die fucking Pokémon. Ik had nog gezegd, die Luxray die had meegemoeten. Want die. Ja. En dit is al helemaal niet slim om deze in te zetten, want deze heeft werkelijk waar helemaal geen move die daadwerkelijk effectief is tegen deze Pokémon. Maar ja, ja, Golbat is gewoon echt een klote Pokémon. Golbat is echt een rot Pokémon. Maar goed, eens even kijken wat Golbat nog meer eigenlijk slecht vindt. Wat Potion Flying? Ja, dat is heel simpel. Dat is gewoon Thunder en Rock. En Psychic volgens mij ook. Ja, dat staat daar ook bij. Psychic is dus ook. Maar ja. Welke Psychic? En dan heb je nog. Ja, Rock. Nou, dat hebben we ook geen aanval van. En dat was eigenlijk alles. Voor de rest doet niks zo heel veel damage op deze. Daar baal ik natuurlijk wel van. Want dat maakt die fight zo lang. Je kan hem bijna niet one-hitten. Alleen als ik mijn Luxray bij me heb, verdomme. En hij is weer confused. Dat doet hij ook bij elke Pokémon. Dan doet hij weer die vervelende aanval. Die Confusion Ray. Ja, Cut doet ook niet zoveel damage. Nou ja, het moet maar gewoon een beetje Cut blijven doen. Als Torterra het überhaupt overleeft. Want ik heb echt het idee dat hij hier geroffelstompt wordt door deze Golbat. Plus hij kan niet rennen. Dus hij gaat sowieso waarschijnlijk dood. Ook weer door deze Confusion. Oh, ik word zo moe van Pokémon. Op deze manier. Altijd die Confusion Ray en dingetjes en. Ja. Oké, nu is Torterra dood.
Dan moet ik straks een revive gaan gebruiken, denk ik, om hem toch tot leven te hebben. Want we komen straks bij Dialga en ik wil geen risico's nemen bij Dialga. Gyarados dan maar. Ik weet niet wat Gyarados tegen hem nog kan doen, maar dat zal vast wel nog genoeg zijn. Even kijken. Gyarados, doe jij maar. Ja, surf. Doe maar surf. Is niet zo heel erg effectief of zo, maar ja, het is één keer en net zoals de rest van de move, zowat. Oké, nog één keer surf en dan is het goed. Ja, Mean Luke, doe dat maar lekker. Daar hebben we toch helemaal niet zo heel veel. Ja, dat doet niet zo heel veel impact. Alleen dat ik niet meer kan escapen. Nou, even kijken. En Golbat is dood. Nice. Oké. Dat betekent dat we deze trainer ook weer hebben verslagen, als ik me niet vergis, toch? Hij had niet nog meer Pokémons? Nee, oké, hij is dood. Nice. Oké, in ieder geval, dat brengt ons weer een stukje dichterbij natuurlijk. Oh god, en dan loop ik een klein stukje en dan kom je een Pokémon tegen. Dat brengt ons natuurlijk weer een stukje dichterbij Dialga. En ja, daar is waar we naartoe moeten. De laatste keer dat we Team Galactic waarschijnlijk tegen zullen komen. En ja, daar ben ik wel blij mee. Nou, daarna kunnen we naar de 8e gym. En als we die hebben verslagen, dan gaan we dan natuurlijk uiteindelijk naar de Pokémon League. Nog wel zullen we daar een heleboel dingetjes voor tussen doen. Ik moet nog steeds naar Gible, ik weet het. Allemaal dat soort dingen dus. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later.